Jullie kunnen geen krachtiger signaal geven dan dit. Het is schitterend om te zien hoeveel mensen in deze stad echt bezorgd zijn voor de Antwerpse kinderen in de eerste plaats. Dan staat het los of het nu van de C-klassen, de bosklassen of de sportklassen is. Er zijn ook die jeugdverenigingen die tijdens de vakanties met jullie kinderen naar onze verblijven komen. Wat ik wel weet, is dat de stad Antwerpen zich sinds decennia onderscheidt van andere steden. Dat doet door onder andere bosklassen, zeeklassen, moerasklassen, heideklassen te organiseren. Voor de leerlingen uit het stedelijk onderwijs, maar ook mevrouw Homans, al bijna 10 jaar voor kinderen uit andere netten. U noemt dit een sociale maatregel. Dat is vreemd. Aan iedereen evenveel centen geven, dat is sociaal beleid voor beginners. Ikzelf heb een job en mijn lief ook. Ik heb uw 60 euro waarschijnlijk niet nodig. Maar mijn alleenstaande buurvrouw heeft misschien wel 120 euro nodig. Zij zou jouw steun veel beter kunnen gebruiken. Beste stadsbestuur, meer dan 8000 mensen hebben laten weten dat ze uw beslissing betreuren. Het is nog niet te laat. Wij roepen op om uw beslissing te herzien. Durft u dat aan? Meneer Marinauer, mevrouw Ait Daoud, meneer de burgemeester, ik zou uw excuses alvast aanvaarden. Dank u wel.